U bent piloot van een zweefvliegtuig. Wat is er precies gebeurd? Nou, wij waren een tochtje over land aan het maken van Hogeveen, waar we gestart zijn, via de toren, waar we nu vlakbij staan, naar Lemelerveld en dan weer terug. De thermische omstandigheden vielen wat tegen. Toen heb ik hier dus een half uur zitten proberen om omhoog te komen. Maar dan zaten we weer op 400 meter, zakte weer wat. En op een gegeven moment dacht ik van, nou ja, dat wordt toch niet beter. Daar ligt een mooi veldje waar het veilig landen is. Dan heb ik gewoon het circuit gevlogen zoals we dat ook gewend zijn op Hogeveen zelf. En heb ik hem in het land neergezet. En dat is iets wat veel vaker voorkomt. Alleen, ja, we willen het eigenlijk niet, want we willen het driehoekje ook beëindigen. Er zat nog iemand bij u in? Ja, zeker, zeker. Er zat nog een, niet echt leerling, maar een beginnende zweefvlieger zat erbij in. Ja, ja. Om dat ook eens mee te maken dat er, zoals wij dat noemen, over land gevlogen wordt. En hoe heeft zij dat ervaren? Oh, dat vond ze prima. Ze zei net tegen de boer ook, die ik overigens dank voor zijn prettige ontvangst. Want ik land zomaar op iemands land waar hij niet om gevraagd heeft. Dus ik ben een ongenode gast, maar hij nam dat heel sportief op. En die leerling over land vliegen, die zei van, nou, dit was net een landing zoals we dat op Hogeveen ook doen.